Nummer 17. Oh ja, nog even één kanttekening voor we verder gaan. We hebben dit jaar 35 teams. Dat betekent dat er weer een kleine voorronde is van 3 wedstrijden, ik meen. En daarin mag de winnaar van afgelopen jaar, dat is Krimpen aan de IJssel, niet uitkomen. Dus als Krimpen een loodjesnummer hoger krijgt, 30 of hoger krijgt, zal hij een nieuw loodjesnummer moeten krijgen. Anders want een loodjesnummer hoger dan 30 speelt voorronde. Dat de tweede al? Nee, nummertje. 27. Erasmus. 1. Wat betreft Albers dan? 28. Onissimus. 8. Spikkenis. Zoals ze dat bij zeggen. Spijkenis. Oh, spikkenis. Ja, ze zeggen spikkenis. Nee, het was spijkzin. Oh, spijkzin. 4. Dordrecht. 23. WSV. 32. AZP Schiedam. 19. 3 torens. 25. De pionier. 35. Shadows Europoort. 18. S.O. Rotterdam. 5. 5. Bingo. Solmonde. 9. Het springende peert. Ja, dat is echt zo. 16. Overschiet. Of wel weer 9. Moerkapel. 13. Eeuwig Schaak. 10. Chess. Shamata. 31. Kapelse Schaakvereniging.
12. Hoekse Waard. 7. Teutel. Jeetje joh. Ja, ga door. De zwarte pion. 15. Lombardijen. 29. Maas Sluis. 14. Krimpen aan de ezel. Opgelost hoor. 21. De ezel. 24. Ik krijg een spanning. Zeker aan. Hebben ze dichtgeplakt eens? Ontspanning. Nou, dat bleek het niet zo zijn. Ja, de laatste is het. Dat was het. Daar staat zich over. Ja, dat was het wel. Klopt het? Ja, klopt. Deze indeling zal ze spoedig mogelijk op de website gepubliceerd worden. En de bulletin zullen ook nog ontvangen worden.